2-2, je zei vooraf, die nauwe overwinningen in de slotfase, dat kan niet goed blijven gaan. Daar heb je gelijk in gekregen. Maar waar lag het probleem echt? Ja, het probleem ligt dat je niet goed genoeg voetbalt. Als je de eerste helft ziet, hoeveel balverliezen alleen al in de opbouw leiden. Ja, als hij de bal regelmatig aan de andere kleur geeft, dan worden die vanzelf sterker. En de AFC die kwam hier toch wel heen om te counteren. Hoewel de eerste helft door ons vele balverlies was het niet alleen. Ja, je zag wel dat de intentie hadden om wat in te zakken en wij om aan te vallen. Maar je moet wel balvast zijn. En dat waren we helemaal niet. Maar je kan in de buurt van de 16 van de tegenstander kan je balverlies leiden met een actie. Maar niet de eerste man die een bal verkeerd inspeelt. Dus ja, het was heel erg onrustig. En dan de eerste goal die... Het is een strafschop. Nou, dat, laten we ervan uitgaan dat het een strafschop is. Die bal ging helemaal de zijkant. Dus het is dan denk ik wel onnodig om daar een overtreding te maken. Ja, de tweede helft, de tweede goal, die kunnen ze er zo doorheen lopen. Sta je 2-0 achter. Oké. Het laatste kwartier van de eerste helft ging het wel beter. Nou, wat rustiger aan de bal, de veldbezetting wat beter. In de eerste helft ook iedereen kwam de bal halen. En de afvallende bal, Marciano Mengelink wordt natuurlijk vaak gezocht. En als die hem dan verliest of die bal komt er net niet, dan moet je daar wel de afvallende bal pakken. Want als hij de afvallende bal pakt, dan kan je op de helft van de tegenstander blijven. Ja, die pakten we ook niet. Ja, dan wordt het een soort flipperkast natuurlijk. Wij met z'n allen aanvallen, balverlies leiden, zij counteren, wij er hard achteraan rennen weer. Dus dan kan ik me voorstellen dat je het einde wedstrijd wat moe bent. Maar dat doe je wel jezelf aan. Wat mij opvalt is, je kunt natuurlijk altijd hebben dat je in een wedstrijd een keer een fase wat minder voetbalt. Maar meestal houden jullie altijd controle. Die geven niet zo makkelijk kansen weg. Ja, het stond nu 0-2 bij rust. Dat had ook 0-4 kunnen zijn. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, oké. Is dat onderschatting dan? Dan kan het 0-4 en wordt het ook 3-4. Wij hebben natuurlijk ook wel wat kansen gehad. En zeker uit dode spelmoment hebben we gewoon iedere corner konden we vrij op goal koppen. Dus nee, onderschatting, ja, dat neem ik aan van niet. Ik moet je eerlijk zeggen, zo goed ken ik de groep niet eens. Hè, dat ik onderschatting of ze daaraan doen. Het lijkt me niet. Het lijkt me in de tweede divisie dat je geen wedstrijden makkelijk wint. Dus dat zou ook wel heel erg zijn. Heel erg dom zijn ook. We hadden het vooral over de mentale kracht hè, van die jongens. En dan verwacht je zoiets ook niet. In de rust kun je natuurlijk dingen rechtzetten. Wat heb je gedaan in de rust? Moet je dan boos worden? Moet je met dingen gaan gooien? Of moet je juist rustig blijven? Moet je ze zelf laten praten? Ja, wat? Ja, maar dat is ook best wel lastig. Ik blijf niet nieuw, maar 4 weken is vrij nieuw. Ja, moet je dan de kleedkamer afbreken? Ik ben niet het type trainer die een bord voor zijn kop hebt. Ik ben nou nieuw en ik ben de baas. En je moet naar mij luisteren. Dat doe je natuurlijk ook op je gevoel. Maar ja, er is wel verteld natuurlijk van dat we te veel balverlies leiden. En dat we de afvallende bal niet pakken. En dat het tempo gewoon veel te laag is. Dit was gewoon slecht. En dan komen we de tweede helft nog terug. En dan is er heel even, het heeft niet heel lang geduurd, een periode. Ik denk van nou, we kunnen nog 3-2 maken ook. Maar in de laatste 5 minuten kunnen we ook weer verliezen met 2-3. Dus we moeten hier maar tevreden mee zijn, denk ik. Hoewel... Als je bovenaan staat, dan kan je niet tevreden zijn met een gelijkspel tegen AFC. En je moet hem ook winnen. Alleen, als je eerlijk bent, zal het er niet echt meer in. Je bracht Ter Voer trouwens. En ik had het idee dat je hem eigenlijk al eerder wilde brengen. Maar je het nog even uitstelde omdat de goal viel. Wat was het wikken en wegen wat dat betreft? Nou, het wikken en wegen is als je met twee spitsen naast elkaar gaat spelen. Dan moet je ergens anders weer opvangen. En we waren al niet heel geweldig op dat middenveld met de afvallende bal pakken. En Robert Suzanne die wordt moe. Geblesseerd geweest. En dan het tempo lag natuurlijk vrij hoog. Tenminste vrij hoog. Ja, door het vele balverlies. Dan moet je heen en weer lopen. Ja, om aan te kunnen vallen, heb ik al eerder gezegd, dan moet je wel die afvallende bal pakken. Ja, op een gegeven moment heb je geen keus meer. Dan sta je 2-1 achter en je staat bovenaan, je moet winnen. Dus dan moet je Frank brengen. En uiteindelijk hebben we dat gedaan. Hij is fantastisch ingevallen, een recordje gemaakt. Hij heeft wat oorlog gemaakt op zijn manier. Je tegenstander moet er toch rekening mee houden. Ik denk dat we in die fase ook nog wat eerder de bal gewoon vanaf de zijkant in hadden kunnen brengen. Dat hebben we ook geprobeerd met Platte, die is tweebenig. Van met links of met rechts de bal voor de kool gooien. Schet op rechts, speelt liever vanaf links. Maar met rechts, hij is toch rechtsbenig, kan hij de bal er ook voor gooien.
Ja, oké. Okay. Spits erbij. Ieder voordeel heeft ook zijn nadeel natuurlijk. En dat zag je misschien. Dat is niet Frank zijn schuld hoor. Dat is een trainer zijn schuld. De laatste 5 minuten. En dan denk ik, nou, een beetje meer evenwicht zou mooi zijn. En dan loop je van het veld af en dan denk je, staan we bovenaan. En verliezen we 2 punten tegen de nummer 17. En dan hoor je dat de nummer 2 ook 2 punten heeft verloren tegen de nummer 16. Is dat dan nog een pleister op de wonden? Ja, uiteindelijk wel, ja. Alleen, natuurlijk is dat fijn. Je kan, mensen zeggen ook van, ja, je moet naar jezelf kijken. Maar als Zakkenboys veel punten verspeelt, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Ja, je had hier gewoon, wat ik net zei, we mogen nooit tevreden zijn met een gelijkspel. Maar er zat niet veel meer in. En als hij dan gelijk speelt, en Kozakkenboos doet dat ook. Oké, we doen 1 wedstrijd tegelijk. We staan nog steeds 6 punten voor. Dus volgende week. Maar het moet beter. We moeten beter gaan voetballen. En vorige week was dat in de eerste helft wel het geval. En nu niet. Ja, het zal ook met een tegenstander te maken hebben. Ja, Wessel komt weer aanlopen. Moet ik even aardig zijn. Ik zag hem. Ja, ik ook. Nou, mooi einde van het interview dan maar, denk ik. Ja, graag gedaan. Dankjewel.